We zijn zover, we gaan beginnen. We gaan ook in deze volgorde. Dus Alex, ik ga jou als eerste mee vragen. Ik zou zeggen, bent u er klaar voor? Maar doet hij het nog? Ja, ja. Dat lijkt me ruim voldoende. Okay. Kom mee. Nou, blijf een beetje hier staan. Succes, Axel. Oké. Okay. Ja, hij kan af. Bent u zover? Ja. We hebben uw eerste interviewer klaarstaan. Ja. Nou. Axel. Het is nee. Ik dacht jij nog wel bij je zus zat. Ja, dat heb ik nog even op Facebook gezet dat het ook zo leek. Ik wist dat je toch mee ging lezen. Grappig. Ja, nou, het is voor mij ook heel spannend, want jij bent een professionele interviewer, dat weet ik dus eigenlijk niet. Maar we zijn wel bevriend. Ja. Ja. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee beginnen, want je hebt ooit in de voorbereiding, ik heb natuurlijk wel een beetje gekeken, zat je in een radioshow en daar was een filosofietje van de dag. Een filosofietje van de dag van een inbeller was, vrienden zijn mensen die alles van je weten en toch je vrienden zijn. En weten jouw beste vrienden alles van je? Mijn beste vrienden weten alles van mij. Ja, 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 ja. Dat zijn er, ik denk, 4 of zo. Nou, ja, die alles van me weten, dat is eigenlijk, dat zijn denk ik wel 4, ja. Ja. En, en is het ook zo dat je vrienden je ook tegengas geven, dat zij kritiek dat zijn kennissen mogen? Nee, nee, dat zijn kunnen echt wel alles tegen me zeggen en ik ben niet makkelijk in het accepteren van kritiek, maar ik hoor het allemaal wel. Okay. En ik denk ook dat ze achteraf ook zien dat ik er wel wat mee doe als het inderdaad kritiek is waar ik wat mee kan. En ik heb geen makkelijke, goede vrienden. Ze zijn allemaal wel echt vrij kritisch. We zijn ook wel kritisch op elkaar, volgens mij. Dus we houden elkaar ook wel scherp. Ja, 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 van wat ik kan zien. Er zijn wel veel vrienden die je hebt die ook, zeg maar, uit de business zijn. Dus ja, maar we zijn allemaal wel ooit begonnen. Althans, als we het over die kernclubje hebben, zijn we allemaal wel ooit begonnen. Ik ben natuurlijk een van de jongste. Ik was 22, 23 toen ik meedeed aan Kameretten. En ik was 25 toen dat hele sterrenslag gebeurde. Dus dan word je opeens nationaal bekend. En daarna, alle jongens gingen wel mee. Maar die hadden allemaal wel een eigen drive om ook in artistieke richting op te gaan. Ja, dus ja. Maar we hebben elkaar niet ontmoet in het vak. Het is bijna wel zo dat ze allemaal wel via mij elkaar ontmoet hebben en bevriend zijn geraakt. Ja, 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 oké. Okay. Nou, je bent natuurlijk... alles eigenlijk. Zanger, presentator, interviewer, showhost. Ontzettend energiek de hele tijd. Je noemt jezelf een entertainer ook. En wat ik me afvraag, want zo heb ik je eigenlijk ook leren kennen, lang voordat we elkaar kenden. Kwam ik al in Nederland een keer wonen en daar was je ook op de televisie. En altijd dat enorm energieke, maar ook altijd echt met het publiek aan de haal te gaan. En mensen van het gewone publiek, van alles te vragen, te confronteren, soms ook met wat goffe grappen. Maar wat geeft je dat? Waarom deze focus op altijd ook het publiek echt zo nauw te betrekken? Ja, kijk, ik ben altijd wel, als kind al wilde ik altijd gezien worden. En dan wilde ik ook wel entertainen en plezier maken. En ik deed het niet voor mezelf, wel voor mezelf, maar in de hoop dat veel mensen het zouden zien. En ik ben wel altijd, mijn karakter is wel dat ik altijd rekening hou met andere mensen. Of dat ik andere mensen ook in de gaten hou. En ik moet zeggen dat ik dat ook geleerd heb. Om het uit te werken in mijn tijd als ober bij Van der Valk. Ik heb een aantal jaar bij Van der Valk gewerkt, 5 dagen in de week. En daar heb ik het sociale engagement beter leren ontwikkelen. En ik kan nog steeds, als ik bij mensen aan de grote tafel zit, weet ik nog steeds wie wat besteld heeft, voor wie dat bestelt aan drank of eten. Ik hou dat heel goed in de gaten. Maar zo hou ik het ook in de zaal in de gaten. Ik weet precies wat er in de zaal gebeurt. En dat heb ik echt door die 5 jaar bij Van der Valk, heb ik het echt gewoon geleerd. Ja, dat gedacht dat een opleiding kan zijn? Ja, het is een opleiding. Het is, ja, als je dat gewoon... als je dat talent hebt, dat je gewoon dingen in de gaten houdt. En het is natuurlijk ook, ik weet gewoon, ik zie de sokken van de presentator. En dat zou, als ik een hele avond, zou die sokken een enorme rol gaan spelen in een show die ik zou gaan maken. Nu niet omdat ik de presentator meer heb met museum sokken. In ieder geval, dus dat hou ik dan wel in de gaten. Of dat ik dan mensen zie van, het is een soort voelsprit die je hebt. Maar ik ben er altijd mee bezig met wat andere mensen doen, of waar ze mee bezig zijn, wat ze
wat ja. ze doen. Ja. Maar toch ook wel, ik bedoel, zelfs als een show, ik bedoel, de laatste, een van de laatste dingen die je deed was Ik ben rustig, dat theaterstuk. En toch, ik bedoel, het gaat over jezelf, over je eigen leven. En het is een toneelstuk, als het ware. En toch heb je een element daarin, daar wordt een taart gebakken, die dan ook weet dat je toch iemand uit het publiek daarbij wil trekken. Maar dat Ik ben rustig was wel de tweede voorstelling nadat ik een tijd weg was geweest. En toen hadden we besloten om wel echt een enorme huiskamer te creëren waar ik uit niet naar buiten zou stappen. Dus dat was echt een voorstelling die echt in mijn huiskamer zich afspeelde. Met alleen maar aan het eind applaus. Er was een appeltaart, die werd aan het begin, heel Holland bakt, parodie was dat. En die appeltaart bakte ik dan zelf en die werd dan in de oven gezet. En dan rook je ook in de zaal, rook je die appeltaart. En na drie kwartier was die appeltaart nagenoeg gaar. Dus toen ik het applaus had gehaald, dus ik uit die vierde wand openbrak, laat ik dan zo zeggen. Dacht ja, dan ligt hier wel een hele lekkere appeltaart. Dan kan ik hem zelf mee in de kleedkamer nemen, maar ik kan natuurlijk ook iemand de zaal geven. Dat was ook het ene moment dat ik eruit stapte. Dat was ook echt met Ruud Wijsman, de regisseur, een idee om een voorstelling te maken die totaal niet met het publiek bezig was, maar alleen met mezelf in de intieme sfeer van de huiskamer. Ja, 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 ja. Ik vond het heel mooi om te doen, maar ik begreep ook dat heel veel mensen er geen reet aan vonden. Die vonden het allemaal stuiperig. Ja, oké. Maar dat, je hebt eigenlijk toch wel de behoefte ook verder in je activiteiten niet zeg maar op het toneel met die vierde muur te blijven, maar nee, steeds dat weer kunnen met mensen veel beter. Ik heb zelf een toneelstuk gespeeld nu met Anne-Wil Blanks en Freek Bartels, Moeders en Zonen. Ja. Dat ga ik nu ook in september nog anderhalve maand doen. Dat is fantastisch om met zo'n vierde wand te spelen. Maar het is ook wel vaak dat mensen wel verwachten dat ik wel iets doe met de zaal, of dat ik weer even uitbreek. Dus je moet ook weer, men moet ook wel weer 10 minuten even wennen aan het feit dat ik een rol speel en dat ik dus niet de zaal uit. Maar ik vind het leukst om met de mensen iets te doen. Oké. Maar dat betekent natuurlijk ook dat als je zo aanwezig bent en ook zo uitgesproken bent, zoals jij dat bent, en je hebt je natuurlijk ook over allerlei ook maatschappelijke onderwerpen uitgelaten, ook vroeg eigenlijk al, toen het misschien eigenlijk nog amper bespreekbaar was, maar jij vond altijd ook alles moet bespreekbaar kunnen zijn en gemaakt kunnen worden. Dus in die zin, ja, dat vind ik dan weer. Iedereen zegt dan altijd tegen mij, ja, nou, hij is ook een Vara-man. En ik moest, het heeft mij echt een Vara-man. Vara-man, Vara-man, ja. Ja, Duits accent. Nee, maar goed, ik hoorde Viaga-man, ik dacht Viaga-man. Nou, daar gaan we het nu even niet over hebben. Goed zaterdag. Maar dat bedoel ik dus juist met deze grappen. Jij begint. maar dat betekent natuurlijk ook dat je enorm in de schijnwerper staat. En natuurlijk ook toch wel weer, kom je ook weer bij de kritiek terecht. Die je dan ook op je afkrijgt. En ik wil eigenlijk graag dat we naar een fragment kijken. Het is een fragment uit, en je weet waarschijnlijk al wat er aankomt. Daar is een documentaire ooit gemaakt door de entertainer. Ja. Zo genoemd omdat je jezelf een entertainer noemt. En daarin, dat gaat na toen die kritiek zo hoog was opgelopen en inderdaad Sonja Barend zich uit had gelaten bij de Wereld Draait Door. Maar daar wil ik even naar met jou naar kijken. Ja. Sinds een paar weken met een vraag die ik ook vorige week gewoon aan een aantal mensen heb gesteld. En die ik ook eigenlijk hier vandaag op tafel wilde gooien. Maar die is gisteren op tafel gegooid tussen Sander en mij. Doe ik er nog toe op televisie? En ik denk, ja, misschien ook met de jongere groep redacteuren waarmee ik werk, dat ze ook denken, ja, mijn ideeën zijn helemaal niet meer van deze tijd. En Sander haalde ook een paar dingen aan wat ik al eerder heb gezegd, van ja, misschien dat ik ook wel dat mijn rol op een bepaalde manier uitgespeeld is op zaterdagavond prime time. En ik word dan wel neergeduwd door de publieke omroep. Maar vind je zelf niet? Ja, nou, dat wou ik net zeggen. Ja, ik heb altijd gezegd, als ik een slecht iemand op toneel word en ik zie het zelf niet zitten, hoop ik dat iemand me in mijn been wil schieten, zodat ik het toneel niet meer op kan. Dat heb ik ook wel eens gevraagd, van als ik echt slecht ben, ik heb het zelf niet door, schiet me gods met mijn been en ik het toneel niet op kan. En dat vind ik in die situatie, zit ik nu wel in deze fase. Het toneel niet, want het theater is natuurlijk een heerlijk om. Maar ook, ik denk, ja, dat relevant of dat sociaal engagement ben ik een beetje kwijt. En nou ja, dus dat is wat ik denk, dat mist. Ik denk ook dat de mensen dat bij mij missen. Misschien moet ik alles overboord gooien. Gewoon 6 maanden theater doen en denken, jongens, even iedereen kan de tering krijgen, het is klaar. Nou, dat heeft me ontzettend geraakt toen ik dat zag. En niet zozeer, ik wil het eigenlijk niet zozeer over die kritiek en wat er allemaal gebeurde, maar inderdaad dat
wat het ook bij jou los heeft gemaakt op dat moment. En we hadden het net over dat sociale engagement en dat contact met het publiek. En nu zeg je dan daar, oh, misschien moet ik maar theater spelen, dan heb ik die vierde muur en dan laat ik dat maar ja, zitten. Maar dit is 5 jaar geleden. Ik werd 50 en ik ben toen gevraagd om een jaar gevolgd te worden. En ik had toen net besloten om weer theater in te gaan, omdat het tv was ik wist niet meer wat ik wilde. Dus ik dacht, nou ja, ik laat me ook achtervolgen. Ze mogen me volgen voor die documentaire. Of het wordt helemaal niks, of het wordt een nieuw begin. Dat, achteraf bleek het een nieuw begin zijn. Ik ben daarna weer vaker theater in te gaan. En wat tv heb ik wat minder gedaan. Maar ik zie ook gewoon, ik was daar zo... ik voel me nu anders dan 5 jaar geleden. Ik zie er gewoon dat ik het gewoon ook niet meer wist wat ik wilde en hoe het moest. En ook, ja, die zaterdagavond, die kreeg ik niet meer in mijn greep. Dat lukte gewoon niet meer. En ja, dan moet je maar door. En dan word ik door Sander van de Ede, dat was echt de eindacteur die nu een van de hoofden van de vader is, enorm geholpen. En de quiz, wat nu een zelfstandig programma is, dat werd toen ontwikkeld. Dus dat was ook het begin van een, ja, wat inmiddels een grote hit is op de zaterdagavond, waar ik dan een onderdeeltje van ben. Maar ik zie die struggle, dat heeft ook maanden geduurd. Het ziet ook echt, jezus. Stefan is mijn man, die zat ernaast. Die ook een beetje met zijn vingers in mond zat van, oh god, komen we deze jaren door. Maar, maar nu, ja, dat zie ik. Ik zie het terug. Ik vind het mooi dat het gedocumenteerd is. Maar ik vind het... Nee, het is inderdaad heftig, het is confronterend. Ja, maar ik denk wel dat ook dit jaar heb ik een nieuw programma gemaakt. En weer ga ik in de val, dat ik dingen die ik goed kan, doe ik dan juist niet. Dus bijvoorbeeld met mooie verhalen met mensen bespreken of mooie gesprekken hebben met mensen. Dan ga ik toch weer iets heel raars doen. Dan wil ik dan toch weer iets anders. Want ik denk, hou je nou gewoon dat de laatste aflevering waren de beste. Omdat ik gewoon weer met mensen in de zaal gewoon spontane gesprekken voerde. Wat het beste is als ik dingen gewoon van tevoren produceer. Dus die dingen overboord zetten. Ik heb dat wel weer snel binnengehaald om toch met het publiek te improviseren of vooral met het publiek bezig te zijn. En voel je dan ook nog echt een urgentie dat sociaal, maatschappelijke, deze echt issues ook aan de orde te stellen? Ja. Of gaat het meer om entertainment? Het is weer teruggekomen een beetje. Dat je merkt dat het toch, we zijn, ik voel mezelf dat ik soms te makkelijk ben, ja, dat moeten anderen maar doen. Terwijl ik denk, ja, het gaat ook eigenlijk, we worden iets te, we worden een beetje te makkelijk. We denken, ah ja, dat zal me reet roesten. Dat is natuurlijk niet waar. We moeten ons oppassen dat we toch onze eigen identiteit bewaren. Dat je als homo ook gewoon nog goed kan functioneren. Ik vind dat jongeren dat moeten doen, maar het lijkt wel of dat gewoon minder wordt. En ik vind dat je daar, op dit moment ben ik er wel over nadenken, wat ga je doen in je late night programma, wat ik over een maandje mag doen. Ga je daar aandacht aan besteden? Ga je proberen om toch weer wat te provoceren? Ja. En wel, wat voor een onderwerp wat nu maatschappelijk, ik bedoel, dat is van alles, de wereld staat in de fik als het ware. Hopen maar dat vandaag de juiste Franse president gekozen wordt. Maar welk onderwerp gaat jou dan nu op dit moment, zou jij het meest dringende, prangende vinden waar je het dan ook over zou willen hebben? Een homokamp in Tsjetsjenië. Daar gaan we homo's gemarteld worden en dan gaan we, we vliegen er net overheen naar een vakantieland toe. En we doen daar eigenlijk heel weinig aan. Ik merk ook zelf dat ik er weinig aan doe. En we hopen dat Gullit assistent bondstrainer wordt. Maar hij heeft gewoon daar ook gewoon gewerkt als trainer onder zijn bewind. Die strafkamp. Ja. En wij doen er helemaal niks aan. En we zijn alleen maar bezig met hoe we goed moeten omgaan met zwarte medemensen. Terwijl ook een zwart medemens gewoon dit ook gesteund heeft. We zijn totaal allemaal in de war. Ik ook hoor. Ik merk ook dat ik... dat ik ook denk, hoe moet je je gedragen, wat is de norm op dit moment? Maar die norm, die kan ik natuurlijk nu ook zelf gaan bepalen als je een maand lang televisie kan maken, elke avond. En dat, morgen gaan we beginnen met een nieuwe redactie- en productiegroep, maar dan hoop ik dat we daar toch een antwoord op kunnen vinden. Ja, nou, we zien dat de hele maand alleen maar aan het zingen bij mijn Cor Bakker. Maar in ieder geval, nu is het idee dat ik daar wel op zoek naar ben. En daar verheug je ook nu op? Ja, ik verheug me enorm op jou. Ja? Omdat het een maand is en omdat het ook niet blijvend is. Het is echt gewoon, wil je iets uitproberen met NPO? Ja. En ze hebben mij gevraagd of ik dat wilde doen. En dat is jij zei ergens dat het een leuk zomerbaantje was. Ja, het is op bodem plukken in de zomer is het de leukste, is het een top zomerbaantje, ja. Maar om af te ronden, als zij één, zeg maar, ongeacht alle beperkingen ofzovoort, als je vrij mocht dromen, is er een televisieprogramma waarvan je dacht, nou, dat zou ik nog een keer willen maken? Ik, Heel Holland Bakt had ik heel graag willen presenteren. Zomergasten heb ik heel graag al wat willen presenteren. Dat leek me heel erg leuk om te doen. Maar ik ben nu ook wel in een periode dat ik vind dat Wie steelt mijn show, dat de laatste aflevering waren echt heel goed, waarvan ik echt dacht, het is echt een belangrijk programma om het land in te gaan, gewoon de provincie in te gaan en daar amusement te maken.
Maar die bestaan allemaal. Is er nog iets waarvan je denkt, nou, daar is nog iets wat nou, misschien nog niet kan, omdat het te duur zou zijn of te whatever? Ik zou zo graag, ontzettend graag, zou ik... Ik irriteer me enorm aan die Engelse detectives op televisie. Dat irriteer je? Ja, zo'n provinciaal stadje, daar ga je anderhalf uur naar een schooljuffrouw kijken die een beetje door zo'n polder loopt met een hoedje. En ik zou ze graag daar een Nederlands paradijs op willen maken. Dat ik dus naar Voorschoten ga op een moord die ik ook helemaal niet oplos. Maar allemaal dat gedonde met de schoolleraar en met de melkboer en met de burgemeester. En we kijken ernaar en 1,4 miljoen mensen kijken we mee. Die kijken dus op dit moment de Netflix naar How to Get Away with Murder. Dat is werkelijk, de aflevering 2 geloof ik het al helemaal niet. Maar het is geil en leuk en spannend. En die Viola Davis is fantastisch. Maar wij kijken dan woensdagavond weer anderhalf uur. En dan kun je vrijdagavond om 10:50 weer op Nederland 2 ook anderhalf uur kijken naar... provinciaal gedonde op Britse platteland. Ik zou daar graag een enorme goede parodie willen maken, maar echt dan door Frank Ketelaar geschreven. Dus even echt een goede, drama-serie. Ja, ja. Maar dan wel met een humor erin. Van zo'n vermoeide, dikkige man van 55 die dan één talent heeft en kan moorden oplossen. Ja. Nou, volgens mij gaat dat gebeuren. Dus Paul, heel veel dank. Dankjewel. Alex Ruge, dames en heren. Heel erg leuk. Dankjewel. Doe nog even zo. Ja, nee, maar het is goed. Klaar voor de tweede ronde? Ja, ik ben wel klaar, ja.